Dag lieve mensen, mijn naam is Renier Hoyers en namens het Haags Gemeentearchief heet ik u allemaal heel hartelijk welkom. En vandaag gaan we het hebben over wel een heel bijzondere persoon uit onze geschiedenis, namelijk de Surinaams-Haagse verzetstrijder en verzetsman Anton de Kom. En dat gaan we doen met Hans Ramsoet. Hans Ramsoet studeerde geschiedenis en promoveerde in 1990 aan de Rijksuniversiteit Utrecht op het onderwerp Suriname 1933-1944, koloniale politiek en beleid onder gouverneur Kielstra. Hij was van 1990 tot en met 2016 eindredacteur van OZO. En dat is een tijdschrift voor Surinamistiek en het Caribisch gebied. En hij was ook redacteur van de bronnenserie voor de studie van Suriname. Tot aan zijn pensionering was hij werkzaam als onderwijscoördinator bij de Hogeschool Arnhem en Nijmegen, bij de lerarenopleiding. En Hans heeft een enorme waslijst aan publicaties op zijn naam. Als u hem opzoekt op Wikipedia, dat is werkelijk indrukwekkend. Vooral heel veel artikelen. Maar zijn laatste publicatie, dames en heren, die is getiteld Surinaams Onbehagen. En dat gaat over de sociale en politieke geschiedenis van Suriname 1865-2015. En dat is gepubliceerd door uitgeverij Verloren in 2018. Dames en heren, ik verzoek u vriendelijk uw vragen te bewaren tot aan het einde van de lezing. En dan geef ik nu heel graag het woord aan Hans Ramsoet. Dankjewel. Hartelijk welkom. Fijn dat u gekomen bent. In 1934 schreef Anton de Kom een boek met de uitdagende titel Wijslaar van Suriname. Mijn kennismaking met het boek was begin jaren 70 toen ik op de kweekschool zat in Suriname. Ik was in het bezit van een roofexemplaar van het boek. Dat wil zeggen dat het boek illegaal was gekopieerd en in stencilvorm uitgegeven. Het lezen van Wijslaar van Suriname was in die jaren een uiting van politiek activisme. In de jaren 50 en 60 werd Wijslaar van Suriname op de middelbare school in Suriname door docenten, Nederlandse en Surinaamse docenten, bestempeld als verderfelijke lectuur van een gevaarlijke communist die men beter niet kon lezen. Op de kweekschool in Suriname moesten we in het examenjaar voor het vak Nederlands 15 boeken lezen, waarvan 10 boeken van Nederlandse auteurs uit een verplichte leeslijst. Op deze lijst kwam je namen van auteurs tegen als Hugo Claus, Arden Dolaert, Simon Vestdijk, Helle Hazen, Marga Minko, W.F. Hermans, Louis Couperus, etc. Het zijn, ik vrees, auteurs die je nu alleen maar het letterkundig museum tegenkomt. De overige 5 boeken waren vrij naar keuze, maar moesten wel vooraf aan de docent worden voorgelegd ter goedkeuring. Aan de docent Nederlands, die uit Nederland kwam, evenals de meeste docenten in die jaren, vroeg ik of ik dat boek van Anton de Kom, Wijslaar van Suriname, als onderdeel van de vijf vrije boeken mocht lezen. Hij reageerde afwijzend. Wijslaar van Suriname is geen literatuur. Hij voegde daaraan toe dat de Kom niet de auteur was van het boek. Dat boek is door iemand anders in Nederland geschreven voor hem. Het betekent dat tot begin jaren 70 dit boek nog werd beschouwd als verderfelijke literatuur. Dat is gelukkig nu anders. In 2009 was het 75 jaar geleden dat Wijslaar van Suriname verscheen. Ik was, zoals Renier net meedeelde, ik was sinds 1990 betrokken bij IBS, Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek, en het door deze stichting uitgeven halfjaarlijkse tijdschrift OZO. IBS organiseerde jaarlijks een colloquium rond het thema waarbij de inleidingen werden opgenomen in een themanummer. Het colloquium in 2009 was gewijd aan Wijslaar van Suriname. De titel van het colloquium luidde 75 jaar Wijslaar van Suriname, de turbulente biografie van een boek.
De turbulente biografie geldt trouwens niet alleen voor Wijnslaan van Suriname, maar ook voor de auteur Anton de Kom. Anton de Kom was in de jaren 30 van de 20e eeuw een strijder tegen het Nederlands kolonialisme in Suriname. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij actief in het Haagse verzet tegen de Duitse bezetting. Zijn Wijnslaan van Suriname hield een aanklacht in tegen het Nederlands kolonialisme in Suriname. De koloniale geschiedenis zou hem echter doodzwijgen of hooguit aanduiden als een oproerkraaier. Pas eind jaren 60 volgde zijn herontdekking en weer decennia later zijn herwaardering en rehabilitatie. En die herwaardering en rehabilitatie heeft natuurlijk te maken met de toegenomen aandacht voor het Nederlands slavernijverleden, de Black Lives Matter protesten in Nederland en de opname van Anton de Kom in de herziene geschiedeniskanon van Nederland in juni 2020. In mijn inleiding zal ik ingaan op zijn rol als anticoloniale strijder, zijn strijd tegen de Duitse bezetting van Nederland en de lange weg van zijn rehabilitatie en herwaardering. Allereerst enkele opmerkingen over de Koms achtergrond. De Kom is in 1898 geboren in Paramaribo. Zijn grootmoeder had de slavernij nog meegemaakt en zijn moeder werd in 1862 geboren en dat was één jaar voor afschaffing van de slavernij. Na afronding van de MULO en het behalen van het diploma boekhouder vond hij onder meer een baan als assistent boekhouder bij de Balata Compagnie. De betere banen en hogere salarissen waren echter niet voor het donkere Afro-Surinamers weggelegd, maar voor de Hollanders of lichtgekleurde Kriolen. Hij besluit Suriname te verlaten en vestigt zich in 1920 in Amsterdam. Hij is dan 22 jaar. In Amsterdam zoekt hij tevergeefs naar werk. Ten einde raad treedt hij in januari 1921 in Den Haag vrijwillig in militaire dienst toe. Ogenschijnlijk een opmerkelijke stap voor iemand die zich later zal ontwikkelen tot een linkse radicaal. Gelet op zijn persoonlijke situatie was deze stap echter niet opmerkelijk. In militaire dienst heb je kosten en inwoning en je verdient een cent. Aan het eind van zijn eerste jaar besluit hij niet bij te tekenen. Hij kan als assistent boekhouder aan de slag op een kantoor in Den Haag en later bij een firma die handelde in koffie en thee. Een zwarte persoon konden ze goed gebruiken bij de promotie van koffie en thee, zal de veronderstelling zijn geweest bij zijn nieuwe werkgever. Op het kantoor waar hij werkte ontmoette hij zijn latere vrouw, Petronella, afkort Nel Bosboom, met wie hij in januari 1926 in het huwelijk trad. Enkele jaren later is het gezin Anton de Kom uitgebreid tot 4 kinderen. Zijn politieke denken kreeg een belangrijke impuls door zijn contacten met nationalistische Indonesische studenten in Nederland en met personen die actief waren binnen de communistische beweging in Nederland. Veelal onder de naam ADEC, de afkorting van Anton de Kom, schreef hij politieke essays en gedichten voor linkse bladen. De toon van die artikelen is militant met als terugkerend thema. Het onrecht dat de bevolking van Suriname wordt aangedaan door de blanke kolonisator. In deze periode rijpt bij hem de gedachte een boek over Suriname te schrijven. De inspiratie kwam voort uit onvrede over het geschiedenisonderwijs in Suriname. Surinaamse kinderen moesten alles weten van Michiel de Ruiter en Willem van Oranje. Maar over eigen helden die opstonden tegen het koloniale bewind kwamen ze niets te weten. De Kom wilde juist over hen schrijven. Een echte geschiedenis van Suriname kon alleen maar worden geschreven door afstammelingen van tot slaafgemaakten zelf, die het leed nog in de ogen van zijn grootmoeder had gezien. De Kom onderhield in deze jaren ook contact met leiders van de arbeidersbeweging in Suriname. Door de grote werkloosheid
Als gevolg van de economische wereldcrisis raakt de arbeidersbeweging in Suriname gepolitiseerd. In oktober 1931 brak er een grote werkloze opstand uit die de geschiedenis in zou gaan als het hongeroproer. Hij ondersteunt de strijd in Suriname met zijn artikelen in de linkse bladen in Nederland. De Koms publicaties in Nederland blijven niet onopgemerkt. Bij de Nederlandse Centrale Inlichtingendienst, de CID, staat hij inmiddels bekend als communist en om die reden wordt hij door de plaatselijke inlichtingendiensten in de gaten gehouden. Hoewel de Kom een redelijk goede baan had en contacten met mensen in het linkse politieke circuit, voelde hij zich in Nederland niet echt thuis. Hij verlangde terug naar zijn geboorteland. Als hij bericht krijgt dat zijn moeder ziek is, besluit hij met zijn gezin op 20 december 1932 naar Suriname af te reizen. De Koms vertrek naar Suriname is voor de minister van Koloniën aanleiding om de gouverneur van Suriname telegrafisch op de hoogte te stellen van de komst van een communistisch agitator. Hij wordt door Nederland en de koloniale autoriteiten in Suriname vanwege zijn linkse imago beschouwd als een potentieel gevaar voor de orde en rust in de kolonie. De koloniale autoriteiten proberen tevergeefs de komst terugkeer verborgen te houden. Maar in de Movokranti, het geruchtencircuit in Suriname, ging zijn komst als een lopend vuurtje. Toen de boot waarmee hij vertrok op 4 januari 1933 in Paramaribo aanmeerde, stonden er honderden mensen op de kade die de beruchte oproepkraaier wel eens wilden zien. Bij zijn aankomst werd hij eveneens opgewacht door een grote politiemacht. De woning van zijn ouders waarin hij vertoefde werd continu bewaakt. Hij kon geen voet verzetten zonder dat enkele politieagenten hem volgden. Het werd hem verboden lezingen te houden. Hierop reageerde hij met het openen van een advies- en informatiebureau dat bezocht werd door veel personen uit de onderklasse van de Surinaamse samenleving. Velen van hen zagen in hem een zwarte messias. Vanwege de toeloop naar de Koms adviesbureau greep het koloniaal bestuur in. Op 31 januari 1933 werd hij gearresteerd wegens poging tot misdrijf tegen de veiligheid van de staat. De middag van zijn arrestatie werd er huiszoeking gedaan bij de woning van de Kom. De autoriteiten herinnerden zich plotseling dat er toch een reden voor arrestatie moest zijn. De buit bij de huiszoeking was echter gering. Enkele exemplaren van linkse bladen in Nederland, een paar brieven van familieleden en niet onbelangrijk een knippatronenboek van zijn vrouw. Alles werd in beslag genomen. Het bericht van de Koms arrestatie ging als een lopend vuurtje door de stad. Duizenden arbeiders uit verschillende bevolkingsgroepen stroomden de stad binnen en eisten zijn vrijlating. Bij die acties om zijn vrijlating vielen 2 doden en 23 gewonden. Over de doden en gewonden verklaarde procureur-generaal, ik citeer: voor de toekomst zal dit blijven werken, want het tuig heeft nu ondervonden dat ook de politie niet terugdeinst als het moet om op de massa te schieten. Het zijn zware dagen en nachten geweest, maar geleden leed is gauw vergeten, aldus de procureur-generaal. Hij is officieel nooit in staat van beschuldiging gesteld en ook nooit voorgeleid. Na maanden van onzekerheid besluit de Koms och echtgenote met de kinderen naar Nederland terug te keren en daar te pleiten voor zijn vrijheid. Op de dag van vertrek van zijn gezin op 10 mei 1933 werd de Kom uit zijn cel gehaald en in een geblindeerde auto naar de Van Rensselaer gebracht voor deportatie naar Nederland. Over de deportatie van de Kom noteerde de gouverneur, ik citeer: door zijn vertrek naar Nederland zijn we een voor deze samenleving gevaarlijk individu kwijt dat in Nederland geen gevaar oplevert. Als de Van Rensselaer op 26 mei in Amsterdam aanlegt, wordt de Kom op de kade door een menigte van meer dan 2000 mensen uit de communistische hoek als een held binnengehaald en uitbundig toegejuicht. Na terugkeer in Nederland
vestigt het gezin de Kom zich weer in Den Haag aan de Johannes Kamphuisstraat. Maar volgens mij loopt mijn PowerPoint niet synchroon met mijn verhaal. Ik moet naar Johannes Kamphuis. Oh ja. Door de grote werkloosheid en vanwege zijn radicale imago kan de Kom geen werk vinden. Hij belandt in de steun. Zijn doen en laten wordt door de inlichtingendienst nauwlettend gevolgd. Intussen blijft hij schrijven. In deze jaren is hij met zijn communistische vrienden actief binnen de arbeidersbeweging. De Kom was regelmatig spreker op bijeenkomsten van werklozen in verschillende steden en nam deel aan verschillende stakingen in het land. In Nederland voltooide de Kom, zoals eerder gezegd, in 1934 zijn Wij slaven van Suriname. Hij heeft zich bij dit boek laten inspireren door de Surinaams-Nederlands schrijver Albert Helman. Helman publiceerde in 1926 de roman Zuid-Zuid-West. In zijn epiloog hekelde Helman de verwaarlozing van Suriname door Nederland. De Kom haakte in op de aanklacht van Helman door in zijn boek een aantal citaten van Zuid-Zuid-West op te nemen. Wij slaven van Suriname is dan ook een met Helmaniaanse passie geschreven aanklacht tegen het Nederlands kolonialisme in Suriname. De Nederlandse regering was al door de CID gealarmeerd over het opruimend karakter van het aanstaande boek van de Kom. Het communistische dagblad De Tribune had namelijk een voorpublicatie afgedrukt. Reden voor de CID om op bezoek te gaan bij uitgeverij Contact in Amsterdam en de conceptversie te toetsen aan eventuele strafbare passages. De CID heeft tevergeefs nog geprobeerd publicatie te voorkomen, omdat de Nederlandse regering vreesde voor negatieve gevolgen in Suriname als het boek zou verschijnen. Toen het boek in 1934 verscheen, luidde het voorwoord dat vanwege opmerkzaamheid van zekere zijde bedoeld werd de CID en ten einde een ongestoorde verspreiding van dit werk te verzekeren, na overleg met de schrijver enkele wijzigingen in de tekst zijn aangebracht, zonder daarbij de waarde van het boek aan te tasten. In hoeverre er wijzigingen in de tekst onder invloed van de inlichtingendienst zijn gebeurd, of dat de Kom onder druk van de uitgever bepaalde passages heeft moeten schrappen, is onduidelijk. Het manuscript is namelijk tijdens de Tweede Wereldoorlog verloren gegaan. Met zijn boek wilde de Kom de Surinamers zijn trots teruggeven. Het blijft toch raar hoor. Zwart zelfbewustzijn, zelfrespect en proletarische eenheid zijn kernbegrippen in het boek. Wij slaven van Suriname is een mengeling van een historische studie met persoonlijke waardeoordelen. Een ego-document en een politiek manifest die neerkomen op een felle aanklacht tegen het koloniaal systeem van uitbuiting. Dit boek markeert ook een césuur in de geschiedenis over Suriname. Het was namelijk de eerste keer dat de Surinaamse geschiedenis werd geschreven vanuit het anticoloniale, radicale gezichtspunt van de onderdrukten. Hij was fel in zijn aanklag en persoonlijk in de verwoording van zijn overtuiging. Hiermee is dit boek een soort contra-geschiedenis van Suriname die de ellendige belevenissen van de tot slaafgemaakten en hun afstammelingen en de nazaten van de contractarbeiders uit Brits-Indië en Java centraal stelt. De Kom richtte zich niet alleen tegen de economische en politieke aspecten van het kolonialisme, maar vooral tegen de psychologische dimensie ervan. Hij trekt fel van leer tegen het koloniaal geschiedenisonderwijs in Suriname, dat in het teken stond van de heldendaden van Piet Hein, Michiel de Ruiter en Cornelis Tromp. Het koloniaal geschiedenisonderwijs was trouwens tot aan de onafhankelijkheid van Suriname in 1975 dominant in het geschiedenis in het Surinaams onderwijs. Mensen van mijn generatie kennen nog de situatie dat de Nederlandse geschiedenis keurig vaderlandse geschiedenis heette en de Surinaamse geschiedenis heette gewoon Surinaamse geschiedenis. En
rebellerende Marons. Die werden in de geschiedenisboekjes die wij gebruikten getypeerd als brandstichters en weglopers. Allemaal negatieve connotaties die gekoppeld werden aan deze helden. Veelzeggend is de passage: geen volk kan tot volle wasdom komen dat erfelijk met een minderwaardigheidsgevoel belast blijft. Daarom wilde het boek trachten het zelfrespect der Surinamers op te wekken. Deze passage maakt duidelijk dat de Kom niet streefde naar een communistische revolutie, maar veel meer de nadruk legde op de geestelijke ontwikkeling van de Surinaamse bevolking als middel om zich te emanciperen. In deze jaren schreef de Kom ook kinderverhalen, poëzie, een roman, een toneel en een filmscenario. Maar hij vindt niemand die het wil uitgeven. Zijn gedichten zouden na 1969 postuum worden uitgegeven. De Anansitories, de verhalen over Anansi de Spin, die zijn grootmoeder hem vertelde en die hij later voor het slapen gaan aan zijn kinderen voorlas, had hij opgetekend in een schrift. En die zijn vorige maand door uitgeverij Contact uitgegeven. Ik keer hier terug naar de Kom na zijn terugkomst in Nederland in 1933. Na zijn terugkeer kan hij moeilijk aan een baan komen. Net als honderdduizenden anderen tijdens de crisisjaren is hij veroordeeld tot het stempellokaal. Excuses. Het gezin de Kom leidt bitter armoede. Hij raakt in de tweede helft van 1938 steeds verder geïsoleerd. Niemand in Nederland lijkt nog enige belangstelling voor zijn zaak te hebben. In de tweede helft van de jaren 30 ligt de focus van zijn linkse vrienden op het nationaal socialisme en fascisme en minder op het kolonialisme. De schrijver Simon Carmichelt, die dan nog in Den Haag woont, verhaalt in deze jaren over de ontmoeting van de Kom in de Spuistraat hier achter mij. Op de vraag van Carmichelt aan de Kom om mee te doen aan een voorstelling in een kader van campagne tegen rassenhaat, ontstak de Kom in woede. Niks voorstelling, schreeuwde hij. Vreten wil ik, snauwde hij. En de Kom liep verder, aldus Carmichelt. Het zijn ook jaren waarin de Kom symptomen begint te krijgen van ernstige overspannenheid. Hij meent nog altijd door gleufvoeden te worden gevolgd, agenten van de inlichtingendienst. Begin in 1939 bevindt de Kom zich in een uitzichtloze situatie. Eind 1939 wordt de Kom tegen zijn zin 3 maanden opgenomen in een psychiatrische kliniek. Hij was op advies van de huisarts en door zijn echtgenoten opgegeven voor gedwongen opname. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland wordt bij slaaf van Suriname uit de winkels genomen en op de lijst met verboden boeken geplaatst. Na de Duitse inval in mei 1940 hervond de Kom zijn oude vuur. Hij zag in het nazisme eenzelfde soort van onderdrukking, een vorm van slavernij, waartegen hij zijn hele leven had gestreden. Hij komt weer in contact met zijn communistische vrienden en raakt in 1941 betrokken bij de Haagse uitgave van de landelijke illegale krant De Vonk. Hij schreef verschillende artikelen in deze krant en was een schakel in de distributie. Voor zijn stukken in De Vonk gebruikte hij de naam Juffrouw Bosboom, de meisjesnaam van zijn vrouw. Halverwege 1942 is echter een belangrijk deel van het Haagse communistisch verzet door de Duitsers opgerold. De Kom ontspringt nog de dans. Na de ontmanteling van de Haagse verzetsgroep levert de Kom kopij voor het landelijke blad De Vonk. Het zijn vooral stukken die handelen over beëindiging van het Nederlands kolonialisme. Maar op 7 augustus 1944 volgt zijn arrestatie en hij wordt vervolgens getransporteerd naar concentratiekamp Neuengamme en tenslotte naar St. Bostel in Noord-Duitsland. Omstreeks 24 april 1945, slechts 2 weken voor de Duitse capitulatie, overlijdt hij. De Kom's echtgenoten en kinderen leefden nog lange tijd in grote onzekerheid over zijn lot. Dag in, dag uit zat Nel bij het raam in de erker en zij keek
of Anton de straat in kwam lopen. Pas in 1960 kwam er duidelijkheid over zijn lot als een Frans onderzoeksteam in een massagraf bij Zaltbommel zijn stoffelijke resten identificeert. De Kom schreef Wij slaven aan Suriname in een periode toen het Nederlandse kolonialisme buiten het Linzer circuit nauwelijks in twijfel werd getrokken. Dit is een foto van het concentratiekamp waar hij overleed, Zaltbommel. Het betekende dat toonaangevende media in Nederland met opzet niet over de Koms boek repte, waardoor het vanaf zijn verschijning gemarginaliseerd raakte. De koloniale geschiedenis zou de communist en oproerkraaier doodzwijgen. Illustratief voor het doodzwijgen is de opstelling van het sinds 1919 verschijnende tijdschrift West-Indische Gids, thans Nieuwe West-Indische Gids, New West Indian Guide geheten, uitgegeven door het Koninklijk Instituut voor de Taal, Land en Volkenkunde in Leiden. De West-Indische Gids had betrekking op Suriname en de Nederlandse Antillen. Naast artikelen bevatte dit tijdschrift ook recensies van boeken die over beide landen verschenen. Opvallend is dat we in de West-Indische Gids geen melding of recensie tegenkomen van Wij slaven van Suriname. Over dit boek moeten we maar het liefst zwijgen, zal naar alle waarschijnlijkheid de opstelling van de redactie van WIG zijn geweest. In de naoorlogse periode heeft de uit Suriname afkomstige Leidshoogleraar Rudolf van Lier met zijn boek Samenleven in een grensgebied een groot stempel gedrukt op de persoon De Kom en zijn Wij slaven van Suriname. Samenleven in een grensgebied verscheen oorspronkelijk in 1949 als proefschrift en is in 1971 en 1977 herdrukt en geactualiseerd. Dit boek gold tot eind van de jaren 70 als het standaardwerk over Suriname. Wie geïnteresseerd was in Suriname begon met het lezen van Samenleven in een grensgebied. Van Lier typeerde Wij slaven van Suriname als een, ik citeer, als een herinnering die deel werd van een pathetische gegriefdheid en rancune bij de lagere Creoolse volksklasse. Met andere woorden, in de optiek van Van Lier ging De Kom gebukt onder een slavernijtrauma. Surinaamse nationalisten in de jaren 50 zijn sterk beïnvloed door het gedachtegoed van De Kom, maar paste zelf censuur toe. Hoewel zijn boek in deze kring ijverig werd bestudeerd, zou onder invloed van de Koude Oorlog in het openbaar nimmer gerefereerd worden aan de persoon Anton de Kom en zijn denkbeelden. De Koms activiteiten werden namelijk geassocieerd met communisme en in die hoek wensen de nationalisten niet gezet te worden. Het zou tot 71 duren voordat er een herdruk van Wij slaven van Suriname verscheen. Tussen de eerste en de tweede druk verschillende roofdrukten. Dat zijn illegale kopieën die in stencilvorm werden uitgegeven. Het waren linkse studenten in Nederland die eind jaren 60 Wij slaven van Suriname herontdekten als manifest en een inspiratiebron voor hun ontluikende politieke bewustzijn. Mede als gevolg van deze herontdekking door Surinaamse studenten vond Wij slaven van Suriname na 1971 langzamerhand brede toegang. In februari 2020 verscheen inmiddels de 20ste druk van het boek. In dat jaar behoorde Wij slaven van Suriname tot de top 10 van de best verkochte boeken in Nederland. In datzelfde jaar won dit boek ook de publieksprijs voor het non-fictieboek van het jaar. Een grove annexatie van De Kom en zijn gedachtegoed volgde door de coupplegers in Suriname onder aanvoering van Desi Bouterse. De militaire regering gaf aan het proces van natievorming hoge prioriteit. Zij beschouwde De Kom als een pionier en voorloper van een Surinaams nationalisme en socialisme. Hiermee werd De Kom voor het militaire regime een icoon van het revolutionaire Suriname. De tragiek van deze ideologische inlijving was echter dat De Kom postuum
kostuum diende als barrière voor een militair regime dat zich kenmerkte door repressie en moordpartijen. In oktober 1983 werd de Universiteit van Suriname door het militair regime omgedoopt tot de Anton de Kom Universiteit, in de volksmond afgekort met ADEC. Zijn beeldenis verschijnt ook op in die jaar gedrukte Surinaamse bankbiljetten. In maart 1982 kreeg de Kom postuum van de Nederlandse regering het verzetsherdenkingskruis. In Den Haag, in de wijk Loosduinen en in een aantal andere plaatsen zijn inmiddels straten naar Anton de Kom vernoemd. Ik begreep dat er momenteel wordt gewerkt aan de plaatsing van een plakkaat bij de woning aan de Johannes Kamphuisstraat in Den Haag, waar het gezin de Kom gewoond heeft. In april 2004 werd bij het stadsdeelkantoor in de Bijlmer werd het plein omgedoopt tot het Anton de Komplein. In 2006, 61 jaar na zijn dood, werd eveneens in de Bijlmer een bronzen standbeeld van hem onthuld. Er was direct al veel kritiek op dit beeld. Het toont de Kom namelijk met ontbloot bovenlijf, bijna naakt, terwijl de Kom een uiterst fijn gevoel voor mode bezat. Altijd met een vilte hoed op, in een fraai pak en met opgetrokken kraag. Voor de Nederlandse kunstenares symboliseerde de naaktheid van het standbeeld de Kom's eerlijkheid en kwetsbaarheid. Tegenstanders daarentegen zien zijn naaktheid als een vernedering die reminiscenties oproept aan de slaventijd. De Surinaams-Nederlandse kunstenares Hedy Chin schilderde in september 2020 op een muur in de Bijlmer een portret van de Kom. In tegenstelling tot het naakte standbeeld van de Kom is door Hedy de Kom bewust in een net pak uitgebeeld, omdat ze de verzetsheld als een wijze en trotse man wilde uitbeelden. Een belangrijke rehabilitatie en herwaardering van de Kom volgde in juni 2020, toen de Kom werd opgenomen in de herziene geschiedeniskanon van Nederland. Een opname in de geschiedeniskanon van Nederland moeten we niet loszien van de huidige tijdgeest, waarbij er nu meer aandacht is voor het Nederlands koloniaal en slavernijverleden en aandacht voor inclusiviteit. Een andere belangrijke rehabilitatie en herwaardering volgde toen de Nederlandse regering na een motie in de Tweede Kamer bij monden van ex-oud-minister Stef Blok verklaarde een ruidelijk gebaar te gaan maken naar Anton de Kom. De minister zegde toe met de kinderen van de Kom in gesprek te gaan over de invulling van het gebaar. Vermeldenswaard is nog dat over het leven van Anton de Kom inmiddels een speelfilm in voorbereiding is door een Amsterdamse filmproducent Moving Dreams. Met Wijslaan van Suriname staat Anton de Kom aan het begin van aanklachten tegen slavernij en kolonialisme in het Caraïbisch gebied. Door de taalkundige kloof bleef de Kom echter een tamelijk onbekende schrijver in deze regio. In grote delen van het Caraïbisch gebied is namelijk het Engels de voertaal. En het betekent dan ook dat dat Wijslaan van Suriname in het Caraïbisch gebied onbekend bleef. Wel verscheen in 1936 van Wijslaan van Suriname een Duitse vertaling in de Sovjet-Unie. In 1921 kwam in Cuba een illegale Spaanse vertaling uit. En de Venezolaanse ambassade in Suriname kwam in 2009 met een eigen Spaanse uitgave. De Duitse uitgeverij Transit Verlag brengt Wijslaan van Suriname binnenkort opnieuw in het Duits uit. Nadat er na 1987 decennia lang pogingen waren ondernomen om een Engelse vertaling van Wijslaan van Suriname uit te brengen, verscheen begin dit jaar eindelijk de Engelse vertaling. U ziet links de Duitse uitgave, de Cubaanse, de Venezolaanse. Links onder ziet u de 20ste druk van Wijslaan van Suriname en de recent uitgekomen Engelse vertaling. In de jaren 80 was er sprake dat
het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volkkunde met de Engelse vertaling zou komen. Maar de erven de Kom vonden dat die opdracht niet bij het Koninklijk Instituut voor Taal, Land en Volken hoorde, omdat zij dat instituut als een koloniaal instituut beschouwden. Waardoor het vrij lang heeft geduurd voordat uiteindelijk de Engelse vertaling uitkwam. In oktober 2015 hield oud-minister van Justitie Geers Ballin de Anton de Kom-lezing. Deze jaarlijkse lezing is een initiatief van het Verzetsmuseum Amsterdam en het dagblad Trouw. Daarbij zei Geers Ballin over de Kom dat deze in confrontatie met gewelddadig onrecht, het kolonialisme in Suriname en het nazisme in Nederland, iets liet zien van echte universaliteit die verder reikt dan welke verschillen dan ook. Wijzelaar van Suriname blijft anno 2022 aanspreken vanwege zijn verhalende, emotionerende, meeslepende en bloemrijke stijl. Het is, zoals de inleiders bij de laatste druk schrijven, de passie en verbeterheid waarmee de Kom zijn tekst schrijft, die lezers altijd weer bij de strot grijpen, en de moed waarmee hij misstanden durfde aan te kaarten. Anton de Kom en Wijzelaar van Suriname zijn inmiddels eikpunten in de beschouwing van het Nederlands en Surinaams slavernijverleden, het kolonialisme en het verzet ertegen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat huidige activisten in Nederland die strijden voor erkenning van Nederlands slavernijverleden en tegen institutioneel racisme in Nederland inspiratie vinden in het werk en het gedachtegoed van de Kom. Na zijn deportatie in 1933 koesterde Anton de Kom de hoop op een weerzien met zijn geboorteland, zoals hij aan het eind van Wijzelaar van Suriname schreef. Die hoop ging voor hem echter niet in vervulling. Zijn stoffelijke resten werden in 1960 bijgezet op de erebegraafplaats te Loenen. Het koloniale moederland werd zijn rustplaats. Voor zijn echtgenoten werd het wel een weerzien met het geboorteland van Anton en een definitief verblijf daar. Zij stierf op 85-jarige leeftijd tijdens haar bezoek aan Suriname in 1983. De familie besloot om daar haar te laten begraven. Evenals de Max Havelaar van Multatuli verdient Wijzelaar van Suriname het om in het collectieve geheugen van Nederland verankerd te worden. Zijn persoon en zijn boek zijn te belangrijk om weer weg te vallen in de geschiedenis. Aan het eind, ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, Reinier. Aan het eind gekomen van mijn inleiding wil ik u nog attenderen op de expositie over Anton de Kom in het Openluchtmuseum in Arnhem. Het is een expositie die tot januari 2023 duurt. Het is de andere kant, helemaal de andere kant van Nederland. Maar mocht u in de buurt zijn, is het zeer zeker de moeite waard om deze expositie te bezoeken. En je kunt dat altijd ook koppelen aan een bezoek aan het Openluchtmuseum zelf. Het geeft een goede impressie van Nederland in vroegere tijden. Ik heb begrepen dat er straks eventueel vragen gesteld mogen worden. Ik wil aan het eind van mijn inleiding Reinier Horius van het gemeentearchief danken voor de uitnodiging om deze inleiding over Anton de Kom te houden. U wil ik u danken voor uw komst en uw aandacht. Dank u wel. Zo, lieve mensen, we zijn nog niet klaar, want we hebben vast nog wel wat vragen aan Hans. Wie heeft een vraag over Anton de Kom aan Hans? Ik zie hier een meneer. Kom bij u. Moment. Hans, bedankt voor de mooie inleiding. Ik heb Anton de Kom, het boek gelezen van Sandeo Hira en het boekje ook gelezen. Wat mij integreert is
Hoe komt het nou eigenlijk dat hij zijn boek in Nederland op een andere manier gewaardeerd wordt, omdat het toch een aanklacht is in kolonisme, en Max Havelaar wel in alle literatuur verschenen is? Hoe komt dat dat zo'n verschil is? Heeft dat met de kleur te maken of iets met iets anders? Nee, ik denk dat het belangrijkste verschil is dat de Max Havelaar handelt over de uitbuiting van Javaanse boeren door de inheemse vorsten. En de Max Havelaar is geen aanklacht tegen het Nederlands kolonialisme. En in tegenstelling tot de Max Havelaar is Wijsla van Suriname een aanklacht tegen het Nederlands kolonialisme. En vanuit die achtergrond moet je de waardering van beide boeken zien. Ja, maar iets anders, maar ook of Phyllis, hij is in een verzet geweest. Ja. Wij noemen hier allemaal verzethelden. En dat het zo lang geduurd heeft dat hij die erkenning gekregen heeft. En andere verzethelden worden toch elk jaar op een andere manier naar voren gebracht. En, ja. Maar heeft het allemaal met de kleur te maken? Of omdat hij zo communistisch was? Nee, of? Ik denk hij kreeg al vanaf publicatie van het boek het predicaat communist opgeplakt. En als je kijkt naar de naoorlogse ontwikkeling, dan zit je in die communistische hoek. Dan ben je per definitie een gemarginaliseerde figuur natuurlijk. Dus ik denk niet dat het zozeer met kleur te maken heeft. Het is vooral zijn achtergrond. Trouwens, hij is zelf nooit officieel lid geweest van de communistische partij. Hè? Ik denk dat hij eerder een linkse radicaal was. Maar dat hij bij die communistische hoek kwam, had vooral te maken met het feit dat men binnen de communistische beweging aandacht had voor het kolonialisme. Hij vond dat gehoor. Hij vond bij de communisten gehoor. En om die reden zat hij in die hoek. Maar hij is zelf nooit officieel lid geweest van de communistische partij. Hij was eerder radicaal. Hij was vooral radicaal in zijn denken. Ik zie daar een meneer. Kom bij u. Even een omweg maken. Zegt u het eens? Ja, dank u wel voor de mooie inleiding allereerst. U vertelde dat de KOM in Den Haag contacten onderhield met Indonesische studenten. Ja. Was er sprake in Den Haag van een soort anticoloniale gemeenschap? En hoe zagen die contacten eruit? Kunt u daar meer over zeggen? Het waren nationalistische Indonesische studenten, zoals onder andere een van de bekende leiders, Mohammed Hatta. Samen met Sukarno, een van de medestrijders, een van de grote nationalisten, die studeerde en woonde in Den Haag. En met die club mensen had hij heel veel contact. En hij is natuurlijk ook heel sterk beïnvloed door het denken, door het gedachtegoed van deze Indonesische nationalisten. Maar de Indonesische nationalisten die waren gefocust op Nederlands-Indië. En Suriname had bij hen minder de belangstelling. Bedankt. Wie heeft een derde vraag aan Hans? Ja, ik kom bij u. Ja, goedemiddag. Ik ben heel erg benieuwd of er een standbeeld in Suriname bestaat. Want ik wil heel weinig van Suriname laten zien. Er is, als ik me niet vergis, is er alleen bij de Universiteit van Suriname een borstbeeld van hem geplaatst. En, want zoals ik eerder aangaf in 1983, is de naam van de Universiteit van Suriname veranderd in Anton de Kom Universiteit. En bij die gelegenheid werd toen een borstbeeld van hem onthuld. Maar het trieste is verder, ondanks alle nationalistische retoriek in Suriname, dat geboortehuis van Anton de Kom is helemaal vervallen. Er wordt al jaren gepraat het heette vroeger de Pontwerfstraat, het heet nu de Anton de Komstraat. Ja. En ik begreep dat er recentelijk plannen zijn gemaakt om dat geboortehuis van de Kom eindelijk te renoveren. Nou, dank u wel. Ja, oké. Hans, even een aanvulling op de vraag voor het standbeeld. Je weet, ik heb een aantal jaren onderzoek gedaan voor mijn boek Ogen en Ogen met Paramaribo, verhalen over het herinneringserfgoed.
En ik ben in mijn speurtocht ben ik op de, bij Erwin de Vries langs geweest. Een groot Surinaams kunstenaar. Waar ongeveer 23 van zijn werken in de stad Paramaribo staan. Hij bracht mij op het spoor van een standbeeld wat hij had gemaakt. Ik heb toen contact opgenomen met de Staatsolie. En die hebben dat beeld in 2009 van Erwin gekocht. Staatsolie wist niet precies wat ze ermee moesten doen. En die hebben het weer geschonken aan de Universiteit van Suriname. Met het idee van, dit is, de universiteit heet Anton de Kom Universiteit van Suriname. Zo'n standbeeld zou fantastisch zijn om op het terrein neer te zetten. Ik heb contact opgenomen met de universiteit. Dat was, hoe heet hij, Jack Menke was toen bestuursvoorzitter. En zij hadden plannen om het er neer te zetten in 2017 bij het 50-jarig bestaan van de universiteit. En tot op heden zit het nog steeds in de opslag en gebeurt er helemaal niets mee. En dat verbaast mij. Nee, maar, en ik heb verschillende pogingen ondernomen, ook in Suriname. Van wat kan nou met dit grote beeld van een internationaal bekende kunstenaar? Wat kan daar nu mee gedaan worden? Ja, daar komt geen antwoord op. Ook van het ministerie niet, van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Nou, het probleem is, wat ik net al aangaf, als we het hebben over die herwaardering en rehabilitatie. Ook in Suriname is die weggestopt, hè? Want tot eind jaren 70 hing aan de Kom nog steeds het etiket van communist. En daar willen we zo min mogelijk mee te maken hebben. Met die militaire pas is er sprake van herontdekking van de Kom. Alleen het probleem is dat in de jaren 80 werd vervolgens de Kom te veel geassocieerd met de militairen. Maar ik denk, het zou natuurlijk een heel goede zaak zijn als ergens in Paramaribo een standbeeld van de Kom zou worden geplaatst. Ik bedoel, als je kijkt naar standbeeld in Amsterdam, in de Bijlmer, dan verbaast het me dat nog steeds geen standbeeld van de Kom is geplaatst. Er worden van allerlei mensen een standbeeld geplaatst, maar nog steeds niet over de persoon de Kom. Terwijl hij in de geschiedenis van Suriname een van de eerste is geweest die geprobeerd heeft om de verschillende om op te komen voor de verschillende bevolkingsgroepen. In die zin is hij, in mijn optiek, niet alleen een icoon voor Afro-Suriname, maar voor alle Surinamers. Dus zo'n man, vind ik, die verdient op het onafhankelijkheidsplein gewoon een standbeeld. En ik hoop dat dat een keer komt. Ja, en opvallend is ook dat er nooit in Den Haag een standbeeld van hem is geplaatst. Wel in Amsterdam, terwijl hij een groot deel van zijn leven in Den Haag heeft gewoond. Hè? Maar goed, in Amsterdam Zuidoost heb je te maken met een grote concentratie Surinamers. En vanuit die achtergrond begrijp ik dat het standbeeld van de Kom daar is geplaatst. Maar ik hoop dat er in Den Haag alsnog een standbeeld van hem wordt geplaatst. Maar goed, nog steeds in Paramaribo ligt een heel groot beeld. Ja. Waar helemaal niets mee gedaan wordt. Ja, het ligt ergens in de schuur. Ik kreeg toen geen toestemming om het te fotograferen. Ja. Maar heb jij nou een idee hoe dit uit de berging getrokken kan worden? En dat het wel degelijk ook in het stadsbeeld van Paramaribo zou komen te staan. Ik heb wel ideeën, maar ik weet alleen niet of ze naar mij gaan luisteren. Dus nou ja, maar misschien ik denk dat naar meerdere mensen. Nee, ik denk dat vanuit de Surinaamse gemeenschap in Suriname zelf dat initiatief genomen moet worden. Ja, maar ja. En dan moet het niet vanuit een bepaalde partijhoek komen. Nee, nee. Maar het moeten verschillende mensen zijn uit verschillende hoeken die dit initiatief nemen en vervolgens ondersteunen. Oké. Okay. Dus ik hoop dat alsnog dat gaat gebeuren. U had een vraag, mevrouw. Ja, ik vroeg me af hoe het zit met het onderwijs over Anton de Kom op dit moment in Suriname, maar ook in Nederland. Want ik heb zelf tijdens mijn hele schooltijd en ook tijdens mijn studie, ik ben historicus, niks geleerd over Anton de Kom. Is dat tegenwoordig aan het veranderen? Komt daar meer aandacht voor? Want ik vind het wel echt zonde dat er zo weinig aandacht aan besteedt, in ieder geval in mijn scholing.
Ja, kijk, wat ik eerder al aangaf, hè, tot 1975 had je nog te maken met het koloniaal geschiedenisonderwijs. Nederlands geschiedenis gepresenteerd als vaderlands geschiedenis. En mensen van mijn generatie, we leerden dat de Rijn bij Lobert ons land binnenkomt. In de jaren 80 heeft men voor het basisonderwijs een Surinaamse geschiedenismethode ontwikkeld. Maar het is daarbij gebleven. In het voortgezet onderwijs is dat niet het geval. Het grootste probleem in Suriname is het gebrek aan geld. Want voor het ontwikkelen van een methode heb je geld nodig. En ik heb niet de indruk dat op dit moment onderwijs hoge prioriteit heeft. Het afgelopen 20, 30 jaar is het hard achteruit gegaan met de kwaliteit van het onderwijs. En ik heb niet de indruk dat herziening van het geschiedenisonderwijs in het voortgezet onderwijs, dat op dit moment hoge prioriteit heeft bij opeenvolgende regeringen. Ik hoop dat dat verandert en dat er middelen vrij worden gemaakt om een eigen methode te ontwikkelen. Ja. Ik wil er toch iets op inhaken, wat zij zegt. Ik vermoed wel dat we in Nederland heel bewust niet dit mee hebben genomen in onderwijs. Want ik ben hier zelf in Limburg opgegroeid, waar ik basisonderwijs ook, of op de middelbare school, hier heel totaal niks over heb gehoord, over Anton de Kom. Nee, maar hij is 2 jaar geleden pas opgenomen in de geschiedeniskanon van Nederland, hè? En die kanon betekent dat in het basisonderwijs en in de 2 brugklassen dat een 20-tal thema's verplicht zijn. Ja, maar dus het is bewust achterwege gelaten. En dat geldt niet alleen voor Anton de Kom, maar gewoon over de hele Surinaamse geschiedenis. Het zou kunnen, maar goed, ik wil u attenderen op een drieluik wat Omroep Max op 2, 3 en 4 mei uitzendt. Ja. Met als titel Vergeten Helden. Er zijn heel veel Surinamers, Antillianen en mensen uit Nederlands-Indië geweest die in het Nederlands verzet hebben gezeten. Maar hun verhaal is niet verankerd in het collectieve Nederlands geheugen. De meeste Nederlanders hebben wel eens Madurodam bezocht. Hè. We kennen Madurodam als een attractiepark. Maar ik denk dat, ik schat in dat heel weinig mensen weten dat Madurodam vernoemd is naar de Curaçaose verzetsheld George Maduro. En dus op zich een goede zaak dat Omroep Max nu aan deze helden aandacht gaan besteden. Er is in Den Haag, in Loosduinen volgens mij, is er een brug vernoemd naar Van Ommeren, Rijk Van Ommeren. Een Surinaamse gezin waarvan alle 5 kinderen in verzet zaten en waarbij 2 zonen zijn gefusilleerd door de Duitsers. Hun verhaal is niet bekend. Maar goed, langzamerhand. Ik denk ook mede vanwege het activisme van activisten, dat er meer aandacht komt voor dit soort zaken. Dus 2, 3 en 4 mei, Omroep Max, om 9:15, NPO 2. Ja, dankjewel. Ja. Hallo. Hoe kijkt de jonge generatie Surinamers naar Anton de Kom? Hier of daar? Overal, ik bedoel. Sinds herwaardering in de jaren 80 en het feit dus dat de universiteit is vernoemd naar Anton de Kom, heb ik de indruk dat in Suriname men een veel duidelijker beeld heeft gekregen wie Anton de Kom was. Alleen heb ik niet de indruk dat tot op heden Anton de Kom wordt gezien als een nationale held. Ik sluit niet uit dat hij waarschijnlijk door veel mensen wordt gezien als een Creoolse held. Maar in mijn optiek is het, moet je hem niet, ik zie hem niet als een Afro-Surinamer. Ik zie hem als iemand die opkwam voor de onderklasse in de Surinaamse samenleving. Maar zolang je geen goede geschiedenismethode hebt, kun je ook niet komen tot een herwaardering van zijn persoon en de betekenis die hij gehad heeft voor Suriname en de Surinamers. En in Nederland denk ik dat met zijn opname in de geschiedeniskanon er veel meer belangstelling zal komen van wie deze man nu eigenlijk is geweest.
Dus het zal nog een aantal jaren duren, want het betekent dat als er een herziene geschiedeniskanon komt, dan betekent het ook dat de methodes die op dit moment gebruikt worden, dat die weer aangepast moeten worden. En dat gebeurt niet direct. Maar ik denk dat op de duur er veel meer aandacht zal komen voor dit soort personen. Ja, maar even ter aanvulling inderdaad over het onderwijs. Op mijn middelbare school in de jaren 60 lazen wij wel De Stille Plantage van Albert Helman. Stond ook op mijn leeslijst en dat werd ook aanbevolen. Ja. En inderdaad, Anton de Kom kwam op mijn middelbare school niet voor. Maar tijdens mijn geschiedenisstudie in Leiden heb ik wel degelijk gehoord over Anton de Kom. Ja. Ja. En George Maduro, daar was een grote tentoonstelling aan gewijd in Huizen Dorpaal in Leidschendam, Voorburg aan de Vliet. Die zou geopend worden voor jaar 2020 en alles stond al klaar. Maar helaas, vanwege corona is daar niets van doorgegaan. Maar daar was een breed onderwijsprogramma bij ontwikkeld. Ja. Dus er is hoop en ook belangstelling. Ja, ja, ja. Nee, de hoop is er altijd. Ja. Wat zei je? Moment, mevrouw, ik kom even bij u, want u bent niet te verstaan. Ik denk 2 maanden geleden, ik weet niet of het nog is, was er ook een tentoonstelling in het Kunstmuseum in Den Haag over Anton de Kom. Ja. Dat bracht mij op het idee om hier te komen. Ik denk dat ik wat meer van weet. Dat zou kunnen. Alleen het probleem is, denk ik, dat als het gaat om bezoekers van musea, je altijd een bepaald publiek bereikt en niet het publiek wat je ook zou willen bereiken. Ja. En een ander punt is, ja goed, ik ben zelf naar deze expositie geweest en entree voor het Openluchtmuseum is €20. En ik kan me voorstellen, als je jongere bent, en dat je die €20 voor andere doeleinden zou willen gebruiken dan om naar een museum te gaan. Dus de prijzigheid is, vind ik, een kwalijke zaak. Ja, museumjaarkaart. Ja. Dank u wel. Wie heeft nog een laatste vraag aan Anton? We moeten een beetje afronden. Ik ben al bij u geweest. Ik ga nog even naar deze meneer. Dag Hans. Hoe verklaar je het dat Anton de Kom in het ondergronds verzet ging tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen hij zelfs gedeporteerd was door de kolonisator, terwijl zijn land door de kolonisator als een stuk bezit was, eigenlijk het bezit van Nederland. En dan in mijn logische denken zou ik zeggen van, ik ga helemaal niet in het verzet. Ik ga juist, ik zou, niet dat ik de Duitsers zou gaan steunen, maar verzetten, in het verzet gaan terwijl je zelf onderdrukt wordt. Hoe verklaar je dat? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met zijn visie. Hè? Want ook het nazisme zag hij als een vorm van slavernij, waartegen je moest verzetten. Dus in die zin was Anton de Kom iemand met universalistische denkbeelden. Want je zou impliciet, zou je ook kunnen stellen, hij was blij met de Duitse bezetting. Want dat hebben jullie ook in Suriname gedaan. En nu zijn jullie zelf bezet. En ik hou me daar buiten. Maar hij was een universalist. En hij streed tegen elke vorm van onderdrukking. Dus hij had zoiets van, oké, we hebben nu te maken met deze onderdrukking. We gaan daartegen strijden. En als die strijd afgelopen is, dan gaan we verder kijken hoe het moet met kolonialisme in Suriname. Dus eigenlijk had hij de hoop na de oorlog dat Suriname onafhankelijk zou worden. Nou, misschien, maar hij zag, denk ik, wat uit zijn geschriften blijkt, hij zag het nazisme als een vorm van slavernij. En hij woonde in het land, dus hij voelde de plicht om tegen die vorm van slavernij te strijden. Dat zijn zijn opvattingen geweest. Dus in die zin, het was niet iemand die op een bekrompen manier naar bezetting, naar onderdrukking kreeg. Hij had zoiets van, nou, iedere vorm van onderdrukking, iedere vorm van bezetting, daar moeten we tegen strijden. Dus in die zin was hij een universalist. Tot slot had de meneer daar nog één vraag. Ik kom nog één keer bij u. Het gaat namelijk op dit moment op de universiteiten kan je niet afstuderen op Afrikaanse literatuur. We hebben in Amsterdam zijn we benaderd, hebben we een dag georganiseerd over Europees centralisme en Afrikaanse centralisme. En die studenten zijn in opstand gekomen daar. En het is nu gaandeweg. Dus dan merk je in 2022 nog steeds dat het anders gekeken wordt naar, laten we zo zeggen, mensen van zwarte cultuur
de geschiedenis, dat hij daarop niet kan afstuderen. Dat is toch een beetje raar eigenlijk. Hè? En in UvA gebeurt dat, Erasmus gebeurt dat ook. Maar wat is uw vraag? Mijn vraag is, hoe komt dat nou dat er nog steeds alleen maar Hollandse literatuur kan afstuderen? Dat de studenten in opstand moeten komen in Amsterdam om op de literatuurlijst te zetten van Afrikaanse afkomst van auteurs? Ja, ik heb in Amsterdam gestudeerd in Utrecht en ik ken de situatie daar niet. Maar het lijkt me op zich wel vreemd. Ja, maar goed, Vorig jaar hebben we die bijeenkomst daar gehad, halve dag met de professor. En die hebben ze nou uiteindelijk, Deo Baburam met iemand anders was degene die hier tegenaan was, was de tegenhang. En ze hebben gezegd, nou oké, we gaan het toch niet meer doen. Ja. En het resultaat was, die boeken komen niet op de lijst. Ja, ja. Ja. Ik weet alleen dat Michiel van Kempen, die is hoogleraar Caribische literatuur. En vanuit zijn rol is hij wel heel sterk bezig met het propageren van Surinaamse, Antilliaanse en Caribische literatuur. Dus in ieder geval, als het gaat om de Caraïben, dan is dat is dat wel goed vertegenwoordigd daar. Maar als het gaat om Afrika, dat weet ik niet. Nee, ik wilde alleen maar dat even meedelen, dat het nog steeds zo gedacht wordt. Okay. Ja. Okay. Dank u wel. Ik denk dat wij nu gaan afronden. En ik wil even een cadeautje geven aan Hans. Dus daarvoor loop ik naar deze tafel. En ik pak, als me dat allemaal lukt, de prachtige bos paasboeket eigenlijk. En ja, een beetje laat, Hans, maar ik hoop niet dat je dat erg vindt. Heel erg bedankt. Ja, oké, dankjewel. Heel erg bedankt. Ja. Pas op voor je pak, want het drukt een beetje. Ja, is goed. Ik vond het zeer aangrijpend. Ja. Ik heb het huis van Anton de Kom ook gezien in haveloze toestand. Mm-hmm. En die restauratieplannen die zijn volgens mij al 2 jaar oud. Want zijn al meer dan 40 jaar oud. Ongelooflijk. Maar in ieder geval, ik heb begrepen dat er nu pas concrete stappen worden ondernomen om over te gaan tot de renovatie. Werkelijk absurd. Ja. Ja. Het is ook zo'n mooi houten huis. En heel Parimaribo heeft natuurlijk van die prachtige houten huizen. Ja. En dan wil ik je tot slot nog even... Ja. Oh, replica. Ja, het wordt een replica. Ja. Het wordt een replica. Nou. Het was te zeer vervallen. Maar ik wil je toch even nu we het over Parimaribo hebben, even het boek overhandigen van de mooiste stad ter wereld. Dat is uiteraard mensen Den Haag. Dat spreekt voor zich. Dus dat geef ik heel graag aan jou. Het Den Haag boek. En dat is geschreven en uitgegeven door het Haagse gemeentearchief. Dus veel plezier ermee. Als je uit Oost-Nederland komt, dan zou ik zeggen Arnhem is de mooiste stad van Nederland. Sorry. Wij moeten nog een keer een gesprek hebben. Goed, lieve mensen. Nogmaals heel erg hartelijk dank, Hans. Fantastisch deze uiteenzetting. En ik wil u ook nog even attenderen op 12 mei, dames en heren. Want dan hebben we een spreekbeurt over de slavernij. En de titel daarvan is het verhaal van Paulus Moor in de Hofstad. En dat was een ex-slaaf die hier heeft gewoond. En daar vertelt iemand van het Rijksmuseum over wat hem hier allemaal is overkomen in Den Haag. Dus ik zie u dan heel graag terug op 12 mei. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. En nogmaals, tot de volgende keer.